zijn twee blonde vrouwen in een auto. Oké, die ene is aan het rijden en die andere zit gewoon naast. Dus die ene zegt aan die andere, ik ga knipperen naar rechts, richting naar rechts geven. Dus als je wil, doe je raam omlaag en kijk even als je het knipperen doet. Dus die ene vrouw gaat zo een raam omlaag doen. Gaat zo kijken en die andere gaat vragen, doet het? Dan zegt hij ja, nee, ja, nee. Ja, dat was geweldig. Heb je daar vaker op getraind? Ja, al een keer. Per week. Hoe vaak heb je al gescoord vandaag? Een stuk van 3-6. Los. Prima. Oei. Wie wil drinken? Een beetje een milkshake. Kan ik ergens mijn handen wassen hier? Ja, dan heb je hier een. The first, the last eternity. Hoeveel mensen komen er nu af op zo'n avondwedstrijd? Nou, als Feyenoord thuis speelt, hier op Varkenoord. Ik heb er natuurlijk een paar jaar meegemaakt op Woudenstein. Daar zou ik bij wijze van spreken een hooitje kunnen geven. Daar heb ik nog geld over. Maar hier doe ik het maar niet. Nee, ik denk hier zo bij de 1000 misschien. Meer. Ik heb een vraag aan Giovanni van Bronckhorst. Waarom bent u nooit in het buitenland gaan voetballen? Terwijl u toch zo goed was en natuurlijk nog bent. Ik ben 9 jaar in het buitenland geweest. 9 jaar heb je in het buitenland gevoerd? Ja, dat was wel een regionaal clubje. Maar een kleine clubjes maar. Wat was je mooiste schop aller tijden? De mooiste schop? Of het doelpunt? Ik heb niet zo heel veel gescoord in mijn carrière, maar... Jij komt uit de dekking, hè? Even terug. Wat doe jij niet? Ja, het gaat om jou.
Ik wil ook daarheen lopen. Ja, ik wil ook daarheen. Ook, nee, dat moet je al doen. Valt die bal hier, kan ik hier naartoe. Valt die bal daar, kan ik daar naartoe. Komt hij hier, kan ik hem aannemen. Daar heb je minder opties als tweede paal. Ja? Balsnelheid goed. Alleen die aanname bij het eerste station zie je. Zorg dan dat je open staat, dus niet met je rug naar de situatie. Je moet daar naartoe. Dus ga nou een beetje half gedraaid staan. De bal moet gelijk goed leggen voor je rechterbeen en dan doorspelen. You make us happy when you score. I say, you know, something like this, and then it goes on. Yeah, it's nice, it's nice. I like the song, you know. Try to learn it, but it's a bit difficult. Speciale wedstrijden, maar ja, voor de rest is het gewoon een wedstrijd van 90 minuten en ja, uiteindelijk wint er iemand, ja, of gelijk. Ja, het klinkt een beetje bizar, maar de geilheid voor de punten, zeg maar, puntengeilheid, daar gaat het om. Je moet gewoon die drie punten hebben. Ja, iedere wedstrijd begint op nul en daar halen we de trainer ook op, dus we moeten gewoon met heel veel inzet spelen en proberen zoveel punten mogelijk te pakken. Ja, ook dat is voetbal. Hey, dat planking, hoe, jij hebt dat al eerder gedaan? Ja, ik heb het stiekem een keertje gedaan, maar nooit op een bar. Weet je wat, wil jij de bar? En dan, ja? Moet jij het wel even nadoen. Okay. Dit is de bedoeling, je gaat op je buik liggen. Ja. Dus eigenlijk dit, dan doe je armen echt helemaal stijf naast je. Ja. En dan moet je vooral niet ergens naartoe gaan kijken, maar gewoon zo gaan liggen. Als een plank, planking. Als een plank. Ja, vandaar. Oh, dus dat moet ik nu even na... Ja, kom erbij. Zoiets. Neus omlaag. Ja, vooral niet naar mij kijken. Dat is sowieso verstandig. Zo, en dan ja. Dit is planking. Wij zijn nu aan het planken. Geweldig! Goed hè? We hebben geplankt. We hebben geplankt. Ja, en daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze uitzending van Feyenoord TV. Ik vond het leuk dat je er weer was. Bedankt. Schuif nog eens een keer aan, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, u bedankt voor het kijken en graag weer. Tot morgen. Graag. Tot dan. Graag. Tot morgen.